Waarom vermoordt Israël onschuldige burgers? Ja, zou jij daar wat over kunnen zeggen? Ja, ik vind dat een hele heftige vraag. Want het raakt mij ook als je de beelden ziet van kinderen in Gaza die geraakt worden hierdoor. Mm-hmm. Of die daardoor wees zijn. En wat ik dan heel lastig vind is dat mensen denken dat Israël hen vermoordt. Want als je dan, wat André net heel duidelijk uitlegde, als je ziet hoe het Israëlische leger zijn best doet om juist burgerdoden te voorkomen. En Joods gezegd is bijvoorbeeld, wie één leven redt, redt de hele wereld. Elk mensenleven is zoveel waard voor, nou ja, voor binnen het Joodse geloof ook. Dus er vallen heel veel onschuldige doden. Ja. Alleen moeten we heel erg oppassen dat we dan gelijk met de vinger naar Israël wijzen. Want Hamas, hun doel is zoveel mogelijk doden. En hun doel is juist ook dat beeld schetsen van, ja, zie je wel wat Israël doet? Mm-hmm. En dat is het beeld wat dan soms eens in het nieuws komt. Van, zie je wel hoe erg? Zie je wel, dit doet Israël? Maar als je dan inderdaad de stapjes terugzet en ziet wat Israël juist doet om het te voorkomen. Ja. Dus eigenlijk zeg je, het valt ergens niet te voorkomen. Maar ook Hamas speelt daar zelf een rol in. Heel duidelijk een rol in. Ja, want je had nog iets gehoord van, dat zei je pas, een christelijke Palestijn uit Gaza. Ja, dat was echt heel aangrijpend. Die is, die in één keer hoorde die dat gewoon echt een heel gezin is omgekomen. En dat, weet je, dan past alleen maar meeleven. En dat is gewoon heel verschrikkelijk. Ook met die onschuldige burgers, hè? Ook onschuldige burgers, ja. En dan toch gelijk zit bij mij in mijn achterhoofd dat stemmetje van, ja, maar hoe komt dat nou? En als je dan hoort dat de raketinstallaties gebouwd worden midden in woonwijken. Ja. Dat een wapenopslagplaats naast een school is of zelfs in een school. En ja, Israël wil één ding nu. Heel duidelijk. En Hamas moet gewoon aangepakt worden. En daardoor vallen er onschuldige burgers. En dat is echt afschuwelijk. Mm-hmm. Maar ik zou gewoon dan tegen jongeren heel simpel zeggen van, uiteindelijk is het de keuze van Hamas om het dus op zo'n manier aan te pakken dat er juist burgers vallen. Want André vertelde net dat Israël dus een waarschuwing geeft. Hè? Als er zo'n bom gaat vallen, doen de Palestijnen dat ook bij de... Nou, hoe noemen we dat? Roef on de roef on de nok, hè? Roef on de roef. Die wordt gedaan. Nou, nee? Als dus de raketten komen, het is drama. Vrienden zitten compleet in de schuilkelder. Mm-hmm. Deden ze het maar. Nou ja, misschien willen sommigen wel weten hoe dat dan werkt. Ja. Er is een oud filmpje van Christen voor Israël. En volgens mij gaan we die bekijken. Ja, laten we samen kijken. يا حبيبي انا بقدرش اطلع كل الناس هذول من انا بدي اقل شيء ساعتين قبل ما كلهم يطلعوا يا اخوي لو ما بتطلع انا بتوخ انت توخ توخ اللي بدك اياه تسوي اللي بتنزل الارض وتتلقاه لا اخوي لازم الواحد لازم يعمل كل شيء منشان ما تموت احنا بدنا عندك مسؤولية على الاطفال بدنا نموت كل الاطفال لازم يموتوا لا سمح الله بدك تستشهد عشان تبين بشاعتكم